Hallo Karsten, hier ik ben Bakker, vandaag weer met mijn laatste vraag in 4 of 5 minuten hier gebleven en we zijn nog steeds bezig. Ik zie dat Nederland ook best wel goed bezig is op het moment. Zien. Hey. Sure. Welke hebben we daar eigenlijk staan allemaal? Jullie staan daar. Dat zijn jullie. Oh ja, die staat daar. Oké, maar we gaan vandaag in ieder geval verder. Zo te zien heeft Italië iets met zijn troepen gedaan. Ik weet niet precies wat, maar. Combat unit destruction. Ah ja, en daar hebben we ook nog een beetje oorlog mee. Schwerpunt. Oké, ik moet ook even kijken hoe het met onze vatlinie zit. Oh, komt al redelijk dicht in de buurt. Nee, dat hoeft niet. In ieder geval, Italië heeft een beetje een probleem. Shit. Ik handel deze gewoon. Dat ze allemaal daar een beetje heen moeten. Oké. Okay. Betekent wel dat we dit gebied ook moeten gaan verdedigen, lijkt mij. Oké, jullie willen gewoon even aggressive hebben nu dat we toch op behoorlijk wat territorium kunnen gebruiken. Dan moet ik even kijken hoe dat zit met die garrison. Oh ja, we gaan wel heel wat divisies nodig hebben, lijkt mij. Wat is beter geworden? Oh ja, de submarine.
En dan kunnen we zo dadelijk de Balkan Entente even aangevallen, lijkt mij. Even zien, het is nu 1942, over iets meer dan, nou, precies nu een jaar. Dan kunnen we misschien in ons faction douwen. Zal wel goed komen, denk ik. Italië is capitulated, dat is helemaal mooi. Zou ik ze puppeten? Zou ik dat doen? Ik denk dat ik van Albanië alles neem. Dat ik dit gebied gewoon annexeer. Libië, Ethiopië. Dat zal deze twee ook wel bij horen, denk ik. Ja. Ja, deze die doen we dan nog wel eventjes. Ja, Jezus.
Okay. Die. En die. Hoppakee. Lek. Machine anti tank. Oh. Waar hebben we niet eens anti tank? Wat? Klopt nog niet. Oh, China heeft geen faction meer. Oké. Okay. Zo, we hebben veel vliegtuigen. Niet eens fascisme, maar oké. Dive bombers, die wil ik hier ook een beetje op de Engels kanaal hebben. Ik heb hier steeds een carrier, ja, die doen we dan wel gewoon op carrier zelf, lijkt me dan. Die gooien we daar gewoon neer. Wat kan jij? Oh ja, radar detection, dat wouden we doen. Wat?
Waarom heb ik opeens oorlog met de Sovjet-Unie? Dat klopt niet. Ik heb helemaal niks gedaan. Fuck. Nou, dan hebben we nog een oorlog op ons handje zitten. Nou ja, ze hebben in ieder geval nog niet al hun divisies daar, dus dat moet in ieder geval goed zijn. En onze hele fortlinie is nog niet eens af. Ah, fijn, fijn. Ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Gebruik een klein kanaal. En dan zie ik me nog een keer weer. Later.